We staan hier niet voor niets in de jaarbeurs. In de jaarbeurs zal de beurs World of Technology and Science plaatsvinden van 30 september tot en met 3 oktober 2014. De beurs wordt georganiseerd door twee verenigingen, FAI en VEDA. En die verenigen technologische bedrijven in Nederland en eigenlijk de Benelux. Nou, het voordeel voor de bezoekers van deze beurs is dat dit de plek is waar de kenniseconomie bij elkaar komt. Die zijn hier niet alleen voor hun innovatieve producten, maar voornamelijk voor de combinaties van de innovaties. We laten projecten zien waarin 6, 7 bedrijven en soms 20 bedrijven samenwerken in projecten om een kennisoverdracht te doen op technologisch wetenschappelijk gebied voor die bezoekers. Bijvoorbeeld de World of Automation, waarin de bezoekers langs 6 stands gaan om rond een thema als veiligheid virtueel in een plant te duiken om de veiligheid van die plant te verbeteren. Maar dat doen ze niet alleen virtueel, maar ook door demonstraties op die stands. Een ander voorbeeld dat ik kan geven is voor laboratoria en wetenschappelijke instellingen of ziekenhuizen. Daar hebben we een expedition langs 6 stands mogelijk gemaakt, MeatDNA. Er wordt een meat-sample aangeboden die langs die 6 stands onderzocht wordt op DNA-samenstelling. Op de World of Motion and Drives staat aandrijftechniek. Zonder aandrijftechniek beweegt niets. Dus voor de industrie is het vrij cruciaal en dat laten we zien in diverse seminars. De vierde wereld is World of Electronics. Er werken 20 bedrijven samen om een virtuele memo te maken. Die virtuele memo kan je in stappen verzamelen bij de stands. En je moet het zien als een memo die je op de koelkast plakt. En als de mensen in jouw gezin bijvoorbeeld langslopen, komt op hun smartphone een berichtje. Bijvoorbeeld, je moet je kamer eens opruimen. En dan kan jouw kind terugzeggen, dat maak ik zelf wel uit. Daarmee krijg je als een volledig beursbezoek een belevenis over allerlei fronten. En de World of Technology and Science maakt daardoor samenwerking en combinatie van innovaties tastbaar.